just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René. En we zijn bij het concert van Tijntje Lurrit. Als ik terug. Zoals je ziet, mensen staan in de rij. Ja. En het is heel vroeg. We zijn heel blij dat het droog is. En dat het binnen is, want het is heel koud. En binnen? We gaan er een feestje van maken. Feestje? Dat wou ik dus nog zeggen, want wij zijn heel erg benieuwd. Want dit is niet echt ons ding, normaal gesproken, hè? Nee. Dus ja, we houden niet zo van Nederlandse muziek. Hazes vind ik dan weer wel heel erg leuk. Niet alle Nederlandse muziek. Nee, inderdaad, dat. En we zijn hartstikke leuk dat we hier zijn en dat we het mee mogen maken en dat we mogen vloggen. En we wilden dus even kijken, wat vinden wij nou van de sfeer, weet je wel? Van de mensen die er komen en de muziek uiteindelijk toch ook wel. En kan het ons hart een beetje veroveren? Daar gaan we ook vandaag naar kijken. Ik heb er heel veel zin in. Ik ook. En we gaan de winnaars kaartjes geven. Precies, ja. En ik zag er al een paar staan, dus zullen we maar de eerste uit gaan delen? Gaan we doen. Let's go. We gaan de kaarten weggeven van de winnaars, zodat ze even een feestje kunnen bouwen vandaag. Degene die de kaart hebben gewonnen, die mogen. Bye bye. Komt u. The flashlight, the blanket, and the mat. It's a real adventure, the trail you're looking at. I'm glad you came for a while, I thought you might be bailing. Is that the same yellow shirt you used to wear? But a thousand years seem like almost no time now. This guitar right here, do you still remember how? I played for you, I was crappy, but you sang along and I thought you knew I could die to keep you near. We've got a fire in the tent, it's 5:30 a.m. Let's be the kids who left it in trouble. Words. What you said, what I said, that might have made it worse. We're here again at the same spot where we kissed the first time. I swear my pain's far away, long gone by now. We've got a fire in the tent, it's 5:30 a.m. Let's be the kids who left it in trouble. Dit is al niet heel erg Nederlands, hè? Helemaal los! Big wheels keep on turning. Big wheels keep on burning. Going on the river. Uitzicht. Lekker! Kijk! Mooie tafel. Hey!
goed sfeertje, hè? Dat is het, ja. Grote kroeg. Ja. Kroonluchters, dat zien we dan niet vaak in de kroeg, maar... Wat, hè? Kroonluchters? Met kroonluchters. Nee. Travestieten. Ik zie wel heel veel gay scene mensen van vroeger ook. Van vroeger? Ja, ik vind dat grappig. Ja, Roy Donders natuurlijk. Ja, Roy Donders. Ik zei tegen hem, ik zeg, ja, we hebben vroeger best vaak gedanst. Oh, echt waar, wie ben je dan? Ik zeg, nee, ik zeg niet dat we elkaar kennen. Ik zeg, maar ja, we gingen wel vaak stappen. En ja, in dezelfde kroeg. Ah. Dat was, ja, was leuk. Grappig. Ik heb honger. Ja. Ja, we hebben net al wat lekkers gehad. Ja, we zijn nu nog bezig. Lekker. We zijn nog bezig met het voorprogramma. En dadelijk komt, de queen vanavond, Daantje. Dus ik ben heel benieuwd, want ze was zenuwachtig. De queen of Dutch. Queen of Dutch. Nee, maar ze gaat ook een nummer van Celine Dion doen. Dus dat klopt dan weer niet helemaal. Nee, dat is wel. Dames en heren,
Kom even daar. We zijn al begonnen. En daar gaat ie. Zondagmiddag, hier met z'n allen. Dat is goed, hè? Hoe is het? Ik zal met komen. Wat is er over? Ik weet er al aan. Hebben wij niets meer gedaan? Is that
gekken. Mijn oude voor gekken. Ik ben er moe van. Ik ben er ook moe van. Was leuk. Was gezellig. Het was heel leuk. Het was heel gezellig. Ik hoop dat Daan ook blij ermee was. Ja, we taaien hem af. Het is mooi geweest. Was tof. Onwijs. Mooi concert. Echt, ja, het is ja, niet allemaal mijn ding. En, maar ja, dat was ook wel, er zaten ook wel meer dingen erbij die wel van ons zo bijna ons dood op film gestaan. Dan waren we ja, dat waren ook dingen postuum die we wel, famous. Er waren ook wat dingen die wij ook leuk vonden. Dus, ja, zeker. Ja. Ik vond die, ja, ik kan die namen niet onthouden, maar ik vond die, die man die net... ja, ook een beetje Elvis deed. Ja, die in dat grijze pak inderdaad. Die was wel erg leuk. En die Petalo, die had wel potentie, maar die was erg ziek. Ja, hij was dat een jullie jonge meisje. Ja. En ja, sowieso Daantje natuurlijk. Lekker ja, gezongen natuurlijk. Echt ja. Super gaaf. Leuk dat ik erbij heb mogen zijn. Ja, zeker. En dat we Daantje hebben leren kennen. En we gaan ze nog vaker zien. Want nou ja, goed. We hebben al een paar keer over dingen gesproken die wel leuk zullen zijn. Om in de toekomst te gaan doen samen. En voor nu zeggen wij welterusten. Welterusten. Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog. En hebben jullie een beetje mee kunnen nemen. Dus doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Belletje te drukken. En dan zien we jullie heel graag bij de volgende vlog. Ciao, 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 ciao.